Goedemorgen jongens en meiden. Welkom bij weer een nieuw instructiefilmpje voor donderdag 16 april. Ze geven vandaag dit prachtige weer, dus we gaan lekker snel werken, zodat je vanmiddag lekker naar buiten kunt. Met het rekenen zijn er opgaven waarbij je lengtematen moet schatten. Bij lengtematen heb je in de klas ook referentiematen geleerd, die je helpen om er een beetje idee van te hebben hoe groot iets is. Bijvoorbeeld een meter, daar heb je op school geleerd dat een meter ongeveer een bordlineaal is. Of een hele grote voetstap. Een decimeter zit daaronder. Een decimeter hebben we geleerd dat dat ongeveer je handspan is. Van je duim tot je pink is ongeveer 10 centimeter. En 10 centimeter is 1 decimeter. Dus ongeveer een handspan is 1 decimeter. Een centimeter was zo groot als je vingernagel. Ongeveer 1 centimeter. En je kon je nagel ook gebruiken om te weten hoe groot ongeveer een millimeter is. Want dat was zo dik als ongeveer je nagel. Dus zo breed een centimeter. En als je dan gaat kijken hoe dik je nagel is, 1 millimeter. En deze referentiemaat heb je nodig om een beetje in te schatten welke maat er past bij het verhaaltje die ze jou gaan geven. Bijvoorbeeld, hoe lang is een zwembad ongeveer? En dan kun je kiezen uit 5000 meter. Dus 5000 keer zo'n bordlineaal. 500 meter, 50 meter of 5 meter. En het is altijd handig om eerst even te denken, wat is de pindakaas? Welke kan sowieso niet? Nou is me al opgevallen, 5 meter, 5 keer zo'n bordlineaal, dat is meer een zwembad in je tuintje. Dus dat zal niet een echt groot zwembad zijn. 5000 meter vind ik ook echt enorm groot. Ik denk dat als deze lineaal door de school heen leg, dat ik dan nog helemaal niet aan 5000 meter ga komen. 5000 keer deze lineaal, doe ik ook weg. Ik ga kiezen tussen 500 meter en 50 meter. En toevallig weet ik dat de zwembad bij mij in de buurt 25 meter lang is. En dat een wedstrijdbad ook 50 meter kan zijn. Dus 50 keer deze lineaal. 500 is nog steeds ontzettend groot. Dus die schrap ik ook. En ik kies voor 50 meter. Probeer elke vraag over lengtemaat echt even te beredeneren. Dan kom je er vast wel uit. En hou dan de referentiematen in je hoofd. Het echte doel vandaag is het lezen en begrijpen van grafieken. In de klas heb je ook een pakketje gehad met werkbladen en die heb je vandaag nodig. Een heleboel vragen kun je maken zonder je werkblad. Maak die ook gewoon. Het zijn vragen over het begrijpen van een lijngrafiek, want die heet zo omdat er een lijn loopt. Een cirkeldiagram, omdat het een cirkel is. En een staafdiagram, omdat het allemaal staven zijn. Er wordt ook uitleg gegeven in Ginzy Kids daarover. Dan is er ook een opdracht die langskomt waarbij je dingen moet gaan tekenen. Als je moet gaan tekenen, hebben we een keuze gemaakt in de werkbladen. Je hoeft daarvan dus niet elke grafiek te doen. Je maakt wat je kan maken met de werkbladen. En van alles waar je geen werkblad dus bij nodig hebt, kun je ook gewoon maken. Want dat gaat over het bekijken van die grafieken die ze jou gaan geven. En dat kan gewoon via Ginzy Kids. Spelling is een herhalingsles over een comma S-woord. En we hebben geleerd dat comma S-woorden aan het begin kunnen staan, maar ook aan het einde. Aan het begin van een woord, dan als je daar een comma S ziet staan, dan heeft er altijd een ouderwetser woordje voor in de plaats gestaan. Je hebt bijvoorbeeld 's avonds, 's middags, 's morgens, het begint allemaal met comma S. En we hebben geleerd dat die comma S eigenlijk is afgeleid van het ouderwetse woordje des. Des is zo ouderwets, dat hebben we op een gegeven moment eruit gegooid. En comma S ervoor in de plaats gezet. Maar het vervangt dus eigenlijk dat ouderwetse woordje des. We hebben ook geleerd dat als er een lange klank aan het einde van het woord zit, met een A, een E, een I, een O, een U, een Y, hoor je een lange klank.
maar er staat er eigenlijk maar één teken. En je wil er meer fout van maken dat je dan een comma s erachter plakt. Niet alleen maar een s, want dan klinkt, gaat hij kort klinken, maar je wil dat hij lang blijft klinken. Bijvoorbeeld gorilla, je hoort een lange a. En als je er meer fout van wil maken, dan wordt het dus gorilla's. Met een comma s, want staat er geen comma, dan wordt het gorillas. En dat is iets heel anders. Met taal gaan we kijken naar aanhalingstekens. We hebben aanhalingstekens geleerd om te laten zien dat iemand echt iets zegt op dat moment. Aanhalingstekens die kwamen altijd bovenaan, want een aanhalingsteken openen en een aanhalingsteken sluiten. En ik heb twee voorbeeldzinnen erbij. Ik heb een cadeautje voor je, zegt Ot. Ja, wat zegt Ot hier nou echt? Ot zegt in deze zin echt, ik heb een cadeautje voor je. Om aan te geven dat Ot dat zegt, doen we aanhalingsteken openen en aanhalingsteken sluiten achter je. Maar daar staat er nog een stukje achter. En de zin is dus nog niet geëindigd. En dan moesten we nog goed denken aan andere leestekens in de zin. Ik maak hem even rood, zodat je thuis echt goed gaat opletten. Want als hier die zin nog niet geëindigd is, er komt nog een stukje achter, hebben we geleerd dat er dan een ander leesteken komt. Een vraagteken, een uitroepteken of een komma. Het is geen vraagzin, dus hier komt gewoon een komma. En we moeten er nog even aan denken dat aan het einde van de zin natuurlijk de punt komt. Dan hebben we hier nog een zin. Voor mij, vraagt Sam verbaasd. Dat cadeautje. Sam is daar erg verbaasd over. Maar wat zegt Sam nu echt? Nou, Sam zegt eigenlijk echt. Voor mij, vraagt Sam verbaasd. Eigenlijk zegt hij alleen maar voor mij. Aanhalingsteken openen. Aanhalingsteken sluiten. Achter mij, want daar stopt het. En dan moeten we nog leestekens plaatsen. Sowieso aan het einde natuurlijk een punt. Maar we moeten even opletten dat de zin voor mij, dat vraagt Sam verbaasd. Dus, hier komt geen komma, maar een vraagteken achter het stukje voor mij. Want hij vraagt dat. Dus er kunnen verschillende leestekens op die plek. Maar meestal de komma. Dat voor taal, over aanhalingstekens dus. Dan hebben we nog een stukje woordenschat. En eigenlijk heb je alle bolletjes wel eens al aan moeten besteden, maar ze zijn nog lang niet allemaal af. Dus vandaag ga je 20 minuten aan een bolletje naar willekeur bij het thema Ik voel me goed. Ga je daar verder aan werken, 20 minuten lang, want hier is best nog wel wat in te doen vandaag. Tot slot een stukje nieuwsbegrip, want ook voor vandaag staat de basisles weer open. En je hebt altijd een nieuwsbegrip nodig. Markers, om het leuk te maken voor jezelf als je die tekst kritisch gaat doorlezen. Print als je kan ook de tekst even uit, want dat helpt om kritisch te lezen. En stap 1 is altijd dat je de tekst goed gaat bekijken. We letten op kopjes. Je gaat een beetje voorspellen waar zou de tekst over gaan, voordat je echt begint met lezen met kleurtjes. Er staat dag van de ruimtevaart. Nou, ruimtevaart, dan denk ik al gelijk, oh, het ontdekken van mooie planeten. Of het ISS-station dat om de aarde cirkelt. Of misschien ken je al een astronaut die gelijk in je opkomt. De eerste mens in de ruimte. Nou, misschien gaat het wel over iemand, een astronaut die daar is geweest. Ik ben benieuwd. De eerste man op de maan. Vet. Ja, daar wil ik wel wat over weten wie dat was. Nederlanders in de ruimte. Oh, misschien zijn er ook wel Nederlanders in de ruimte geweest. Weet jij wel iemand? Zelf reizen door de ruimte. Misschien is dat in de toekomst wel mogelijk. Gaat dat daarover? En ik zag ook een plaatje. Een astronaut in de ruimte. Oeh, dat ziet er spannend uit. Nou, ik krijg gelijk zin om te lezen. En met die markeerstiften kleur je belangrijke dingen in de zin. Of schrijf er een vraag bij als je denkt, hey, ik krijg er een vraag bij. Dat begint met een vraagwoord. Of je kleurt, je onderstreept signaalwoorden als je dat ziet in de tekst. Dat een woordje verwijst naar iets anders in de tekst. Dan gaan we eens even lezen. Op 12 april was de Internationale Dag van de Ruimtevaart. Op die dag wordt elk jaar
in de hele wereld gevierd dat de ruimtevaart bestaat. Waarom is deze dag op 12 april? Welke mensen zijn er in de ruimte geweest en kunnen we straks allemaal de ruimte in? Oh leuk, ze geven eigenlijk allemaal al vragen die ik hier ook wel bij zou kunnen stellen. En die beginnen allemaal met de vraag wordt waarom, welke. Interessant. Het gaat over de Internationale Dag van de Ruimtevaart dus, op 12 april. Ik zie hier ook op die dag, oh dat is natuurlijk 12 april waar dat dan naar verwijst. Schrijf ik er even bij, vind ik interessant. Wordt gevierd dat de ruimtevaart bestaat. Oh, dat vind ik ook wel interessant. Dat de ruimtevaart, die bestaat dan elk jaar weer een jaar erbij. Nou, gelijk al kritisch aan het denken geweest. Jullie doen dat voor de rest. En heb je de hele tekst doorgespit en belangrijke dingen onderstreept. Dan ga je daarna naar de vragen. En je begint met actief lezen. Daar zitten sleutelvragen onder als je daarop klikt. Ze geven ook nog weer een instructiefilmpje hier om je wat beter te begeleiden. En maak de sleutelvragen. Daarna een schema. En het zal een tijdlijn zijn vandaag waarin je alle jaartallen uit de tekst in de juiste volgorde moet plaatsen. En dan hebben we ook nog opdrachten met A, B, C, D of hier een bolletje die je moet kleuren. Lees de vraag goed, kijk terug in de tekst en dan komt dat helemaal dik in orde, denk ik. Ben je nou helemaal klaar met alle opdrachten van vandaag en heb je ook nog 30 minuten gelezen? Dan is het misschien wel leuk om vandaag tijd te besteden aan een extra opdracht. Dat kan ook lekker buiten. Maak zelf een wagen die vooruit komt als je bijvoorbeeld tegenaan blaast. Er staat een link bij een filmpje dat je ook een ballon kunt opblazen dat hij daardoor juist gaat rijden, je wagen. Je kan er alle materiaal voor gebruiken die jij kunt bedenken en thuis hebt. En wij zijn heel erg benieuwd naar jullie filmpje. Veel plezier vandaag, jongens en meiden. Doei!